De wedstrijd van komende zaterdag is de wedstrijd tussen de koploper van het rechterrijtje PSV tegen de koploper van het linkerrijtje Vitesse. Verschil in punten tussen beide ploegen bedraagt 10 in het voordeel van de Arnhemmers. En vorig seizoen, toen beide ploegen elkaar troffen in het Philipsstadion, was PSV nog de trotse koploper van de Eredivisie. En de Eindhovenaren begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Timothy de Rijk zette PSV op een 1-0 voorsprong, maar via goals van Jonathan Reijs en Wilfried Boni gingen de 3 punten uiteindelijk mee terug naar Arnhem. De laatste keer dat PSV in Eindhoven won van Vitesse was op 27 januari 2012. Het was Tim Matas die PSV op 1-0 schoot. Dankzij goals van Dries Mertens en Mike Havenaar leek de wedstrijd te eindigen in 2-1. Maar in blessuretijd was daar Stanislav Manolev. In totaal won PSV in de geschiedenis van de Eredivisie thuis 21 keer van Vitesse. 3 keer eindigde het duel tussen beide ploegen in een gelijkspel en 4 keer wonnen de Arnhemmers. Voor Philip Cocu wordt het een duel met een speciaal tintje, want zijn laatste wedstrijd voor PSV speelde de huidige trainer tegen Vitesse. En natuurlijk wordt het voor Cocu ook een weerzien met de club waar hij tussen 1990 en 1995 onder contract stond. In Arnhemse dienst kwam Cocu tot 137 competitiewedstrijden waarin hij 25 keer doel trof, zoals hier op Monnikenhuizen tegen Ajax. Ook Cocu's assistent Chris van der Weerde heeft een geel-zwart verleden. In het seizoen 1994-1995 speelde Van der Weerde bij Vitesse en kwam tot 3 goals in 31 competitiewedstrijden. En ook Stijn Schaars vertoonde in een iets recenter verleden zijn kunsten voor Vitesse. In 2002 maakte Schaars zijn debuut in de Eredivisie namens de Arnhemmers. Het wordt de hoogste tijd dat PSV weer eens een wedstrijd gaat winnen, want de laatste keer dat dat gebeurde was tegen Dynamo Zagreb. Van de laatste 10 wedstrijden verloor PSV er 6 en speelde het er 3 gelijk. Tijd dus voor de ommekeer, het liefst komende zaterdag tegen Vitesse. Van één speler zal PSV in ieder geval geen last hebben zaterdag, want het contract met Jonathan Reijs is per 1 december officieel ontbonden in Arnhem. In zijn PSV-periode werd Reijs geroemd vanwege zijn onmiskenbare talent, maar verguisd door de vele incidenten rondom zijn persoon. Jonathan Reijs speelde voor PSV 26 competitiewedstrijden waarin hij 11 keer scoorde. In dienst van Vitesse kwam de spits tot 8 goals in 42 duels. PSV moet het naast de geblesseerden ook stellen zonder Jeffrey Bruma. De verdediger kreeg 2 keer geel in het duel met Feyenoord en is daardoor voor 1 wedstrijd geschorst. Philip Cocu zit zaterdag voor de 25ste keer als hoofdcoach op de bank tijdens een competitiewedstrijd van PSV. Onder leiding van Cocu won PSV tot nu toe 12 wedstrijden en speelde het er 5 gelijk. 7 keer stapte Cocu als verliezer de spelerstunnel in. En mocht Abel Tamata in actie komen, dan betekent het zijn 25ste officiële wedstrijd in het shirt van PSV. De verdediger maakte op 16 december 2010 zijn debuut in het Europa League duel met Metalist Kharkov. De wedstrijd komende zaterdag staat onder leiding van Bas Nijhuis. De arbiter wordt in Eindhoven geassisteerd door de heren Van de Ven en Schaap.